Vandaag wil ik jullie vertellen waarom Survival & Coaches bestaat. Waarom zijn Jurjan en ik er destijds mee begonnen en waarom ga ik er nu nog steeds mee door. Dus een klein beetje geschiedenis van hoe het YouTube kanaal is ontstaan. Verder heb ik nog eerst een paar opmerkingen. Allereerst ontzettend bedankt voor alle positieve en toffe reacties op het filmpje Survival & heeft mijn leven veranderd. Echt cool om te lezen dat het niet alleen mijn verhaal is, maar dat het verhaal is van een heleboel mensen. En ja, daar put ik weer even wat kracht uit. Dus dat vind ik echt tof om te lezen. Ten tweede ook bedankt voor de reacties op de techniektraining banden. Het grappige is, ik kreeg een aantal reacties op dat filmpje. Dat mensen zeiden, ze pakken hem altijd zigzaggend. En het leuke is, van tevoren had ik het ook bedacht om het zo te doen. Maar het lukte mij niet. Dus, zoals ik al zei, ik heb ook nog wel dingen te leren. En ik wilde hem erin stoppen, maar het lukte mij gewoon niet. Dus als het jou wel op die manier lukt, gewoon lekker mee doorgaan. Hey, ook nog even over Vollenhoven. Die vond bijna 2 weken geleden alweer plaats. Ging niet zo lekker voor mijn gevoel. Ik had als doel top 20 te halen. Maar dat was niet gelukt. En de omstandigheden waren wel zwaar. Maar ik ging er gewoon niet 100% voor. En daar baalde ik van. Het was wel koud, het was wel vroeg. Ik heb ook het advies gekregen om het eerder op te staan. Zodat mijn zenuwstelsel wat beter op gang is. Zodat mijn eten al wat beter verteerd is als ik aan de start sta. Want ik was nog niet helemaal wakker voor mijn gevoel. Maar goed, zoals Anne in de reactie ook zei onder het filmpje Survival en heeft mijn leven veranderd. Het is niet altijd een stijgende lijn. Het gaat met vallen en opstaan. En ja, af en toe lukt het even niet. En dan moet je weer beter je best doen de volgende keer. Hey, dan nu waarom Survival & Coaches? Nou ja, het begon allemaal toen wij begonnen met Survival & Training. We wilden natuurlijk direct al die technieken leren. Alleen, er was online nog niet zoveel te vinden. In ieder geval geen mooie filmpjes zoals wij dat zouden willen zien. Dus het idee was meteen geplant. En toen Jurjan en ik vervolgens op school een vak ondernemen gingen doen, wisten we eigenlijk meteen al wat we zouden gaan doen. Wij zouden die filmpjes gaan maken. En het doel was mensen helpen met het leren van technieken en tips geven over survival run. Wat wij eigenlijk misten. En dat is vaak hoe een onderneming begint. Je hebt ergens behoefte aan, maar het is er niet. Dus dan ga je maar zelf erachter komen hoe het moet. En als je het eenmaal weet, ga je andere mensen ermee helpen, zodat zij niet zelf ook erachter moeten komen. Dus dat is het doel waarom we dat in eerste instantie gedaan hebben. Ja, daarnaast vonden we het ook super tof om te doen natuurlijk. Die filmpjes maken, filmpjes editen, voor die camera staan is ook wat nieuws natuurlijk. En nou ja, je deelt graag je passie en je enthousiasmeert mensen voor de sport. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Nog een reden is dat het natuurlijk de perfecte spiegel is om je eigen leerproces in de gaten te houden. Zowel op het gebied van survival run als op andere gebieden zoals je presentatie, je videobewerkingsskills, wat voor filmpjes je maakt. Dat is hartstikke tof. Want deze filmpjes staan nou op YouTube en die blijven er best wel lang op staan. Ik kan me nu al voorstellen dat ik mijn filmpjes over 30 jaar terugkijk. Inmiddels hebben ze al miljoenen views, want ze staan er natuurlijk best wel lang op. En survival run is uitgegroeid tot een wereldsport. Het WK is net geweest, een ultieme survival run met de lengte van een marathon, onder andere. Er zijn meerdere categorieën natuurlijk. Volgend jaar is voor het eerst een Olympische sport. En elke deelnemer kan live gevolgd worden via een persoonlijke drone. Ik zie het best wel voor me. Zou wel tof zijn, toch? En dan pink ik stiekem een traantje weg, omdat ik weet dat ik een van de grondleggers heb mogen zijn van de groei van deze prachtige sport. Nou, dat is misschien een beetje een ja, toekomstbeeld. Je weet niet zeker of dat uit gaat komen, maar wellicht is dat leuk. Nou, inmiddels is Jurjan zo ongeveer in het buitenland en pak ik het YouTube kanaal verder in mijn eentje op. Hierbij heb ik sinds dit seizoen mezelf voorgenomen om elke week een filmpje te uploaden. En
Dat heeft verschillende redenen. Allereerst door regelmatig te uploaden, dwing ik mezelf mijn kennis te updaten. En dat vind ik belangrijk, zodat ik ook met kwalitatief goede filmpjes kan komen elke week. Andere reden is dat het bereik van het kanaal gewoon ontzettend groeit als je wekelijks uploadt. Ook raak ik daardoor verantwoordelijk voor de tips die ik geef in de filmpjes om ze zelf ook tot uiting te brengen. Ik kan wel zeggen dat je moet vertrouwen op het leerproces, dat je niet alles in één keer hoeft te kunnen, maar als ik het vervolgens niet doe, dan komt dat ontzettend oneerlijk en niet oprecht over. En doordat ik zo'n groot bereik heb, iedereen ziet mij eigenlijk, moet ik me daar ook aan houden. Dus ik dwing mezelf om die lat hoog te leggen. En die gaat misschien nog steeds hoger. En dat is een positieve ontwikkeling, denk ik. Nou ja, verder zet ik mezelf in de markt als professional en als sportmanager. Zoals sommigen weten, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd als sportmanager. Maar ik heb nog geen vaste baan kunnen vinden. Dus deze filmpjes zijn natuurlijk ook een prachtige manier om aan een werkgever te laten zien wat ik doe. En ik zet mijn persoonlijke ontwikkeling ook mooi op de kaart. Als laatste, en dat is misschien wel de belangrijkste, hopelijk inspireer ik anderen hetzelfde te doen. Wie weet heb jij wel een passie. Het hoeft niet survivorend te zijn. Het kan wat anders zijn. Het kan tekenen zijn, het kan bomen zijn. Maakt allemaal niet uit. En vind jij het tof om dat met anderen te delen, dan kun je daar ook gewoon een YouTube kanaal in beginnen. En wie weet krijg jij wel dan een heleboel volgers. Nu Jurjan weg is, moet het dan niet survivor en coach worden? Nee, dat moet het niet. Want zoals we in het begin al hebben gezegd, wij zijn niet de survivor en coaches. Wij weten het niet beter dan de rest. Maar we willen een platform creëren waarop kennis omtrent survival run gedeeld kan worden met elkaar. En dat is ook de reden dat ik jullie bij zo'n beetje elk filmpje vraag om te reageren op het filmpje. Omdat jullie misschien wel een aanvulling hebben. Of misschien wel een hele andere visie hebt die naar jouw idee beter is dan die van mij. Zo leren we van elkaar. Want ik heb nooit beweerd dat ik alles weet. En dat wil ik ook absoluut niet doen. Maar ik denk wel dat we altijd kunnen blijven leren van elkaar. Samengevat, wij zijn allemaal survivor en coaches. Later.